Ik heb eigenlijk nooit een besluit hoeven nemen om kunstenaar te worden. Het is als vanzelf gegaan. Net zoals ik hier nu in 2013 zit en straks iets ga vertellen over een schilderij uit 1988. Daar is ook geen beslissing aan vooraf gegaan. Ik kan wel heel precies aangeven wanneer ik me bewust werd van een specifieke kracht van het schilderij. En met specifiek bedoel ik dat de schilderij meer is dan een venster op de werkelijkheid, als een raam waardoor je heen kijkt. Maar dat de schilderij ook betekent dat het simpelweg uit verf en doek bestaat. Ik werd me daarvan bewust op mijn 14e. Ik kocht toen van mijn vakantiegeld dit boek, een mooi boek van Matisse. Ik heb dat nog steeds. En het eerste plaatje wat ik daarvan zag, was dit fotootje, deze afbeelding. En hier zie je precies waar ik mee geconfronteerd werd. Het is alleen maar verf en doek. Dat was voor mij een openbaring dat een schilderij er ook zo uit kon zien. Iets anders is wat ik ook toen ontdekte en wat ik eigenlijk zelf nog steeds doe, is dat die Matisse die maakte ook knipsels, collages. En die vond ik ook ontzettend boeiend. Dus rond mijn 14e werd ik me bewust van het feit dat een schilderij meer is dan een venster op de wereld. Tot 1998 schilderde ik met zowel olieverf als acrylverf. En na 1998 ben ik alleen met acrylverf gaan werken. Dat had te maken dat ik verschillende dingen, twee dingen, tegelijkertijd wilde doen. Ik ga het je uitleggen wat ik bedoel. Met verf heb je te maken met een dikke substantie, impasto genaamd. En je hebt te maken met dunne, transparante lagen. Die noem je glacis. Een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het Joodse bruidje van Rembrandt. De mouw, die zie je met hele dikke verflagen geschilderd. Had Rembrandt dat nou zo gelaten, had je alleen die dikke verf gezien. Maar door er heel transparante en dunne laagjes overheen aan te brengen, daardoor komt die mouw tot leven. Die impasto- en glacietechniek, daar is wel voor vereist dat die onderlaag eerst moet drogen, voordat je die dunne laag eroverheen aanbrengt. Anders wordt het een drabbige boel, een soepzootje. Nou, ik wilde dat wel tegelijkertijd doen. Dus ik wilde, terwijl die onderlaag nog nat was, zodat ik hem kon veranderen tijdens het werken, toch ook die glacielaag aan kunnen brengen. Met olieverf ging dat niet. Met acryl ging dat wonderwel genoeg wel. Nou, die techniek, die toepassing ervan, die kan je zien in een werkstuk wat het Prinsenhof van mij ook in bezit heeft. Dat is namelijk het Panorama van Delft, dat elfdelige werkstuk. Daarin zie je hoe ik die techniek toepas. In 1988 schilder ik het schilderij wat in dit filmpje centraal komt te staan, dat groepsportret. Dat schilder ik nog met olieverf. Ik heb nog een map uit dat jaar en daar vond ik verschillende kleur- en materiaalstudies terug, die eigenlijk wel betrekking hebben op dat schilderij en daarom misschien wel leuk zijn om even te laten zien. Die kleurenstudies die zien er als volgt uit. Ik had die kleuren zo bedacht als in een wereldbol. Dus op de Noordpool wit, op de Zuidpool zwart, in het hart grijs en op de Evenaar geel, rood en blauw. Ik had alle kleuren op die wijze georganiseerd. Ik kom daar tevens ook, wat ik net vertelde met onder- en overschildering, die kon ik hier ook voor gebruiken. Ik kom bijvoorbeeld over een rode laag een groene glacis aanbrengen en op een groene onderlaag een rood glacis. En je merkt al, dat zal op film wat lastiger te zien zijn, dat die kleuren enigszins naar elkaar toe neigen. Vond ik hem boeiend. Die opvatting zie je ook in dat schilderij wat terug. Hetzelfde deed ik met materialen. Die organiseerde ik soortgelijk. Ook in een wereldbol had ik gedacht. Met bovenop de Noordpool een hele fijne structuur. Op de Zuidpool een grove structuur. En op de Evenaar bijvoorbeeld transparant tegenover dekkend. Grof of open tegenover dicht. En zo had ik dat ook georganiseerd. En zo kon ik, net als ik net al bij die kleuren vertelde, kon ik ook met die materialen laag over laag werken.
Ook deze materiaaleffecten vind je in dat schilderij wel goed terug. Die kleuren en dat materiaalgebruik, die vind je eigenlijk heel sec terug in een schilderij wat ook in de bezit is van het Prinsenhof. En dat is dat schilderij met die blokjes. Nou, in datzelfde mapje waarin ik die kleuren materiaalstudies terugvond, vond ik ook een aantekening terug voor een lezing die ik in 1988 gaf voor de Academie in Arnhem. En ik vroeg me af, tijdens die lezing vertelde ik ook over die kleuren en materialen, maar ik vroeg me af, kan je bijvoorbeeld ook emoties en gevoelens op die manier organiseren? Bijvoorbeeld op de Noordpool tragedie, op de Zuidpool komedie en op de Evenaar, ik zeg maar wat, haat en liefde tegen elkaar. Op zich misschien wel een boeiende gedachte. Nog steeds, toen ik het teruglas, dacht ik, misschien wel een leuke gedachte. Misschien ga ik er nog eens een keer wat mee doen in een nieuw schilderij. Maar het blijkt al uit, ik zeg dat daarom, dat naast materiaal, verf en kleur, blijkt ze mij ook toch ook wel gevoelens en emoties eigenlijk ook een materiaal te zijn waarmee ik een schilderij maak. Ik denk dat ik daarop wil wijzen en dat ik het om die reden vertel. Ik heb voor twee groepsportretten gekozen. Eén van Troost, uit het begin van de 18e eeuw. En een schilderij van mij, ook een groepsportret, uit 1988. Ik heb dat groepsportret van mij ook gekozen omdat ik blij verrast was dat het Prinsenhof dit schilderij in zijn bezit had. Wat ik al zei, 1988, het is 25 jaar geleden. Ik was totaal vergeten, dat schilderij. Aanvankelijk had ik dit schilderij in mijn hoofd. Ik kreeg van jullie een mooie overzicht toegestuurd. Dat schilderij met die penseelstreken, dat reliefschilderij uit 1986, 2 jaar daarvoor. Maar ik was dus blij verrast door dat groepsportret. Ik dacht, nou dan neem ik die en dan kies ik een groepsportret uit jullie vaste collectie. En dat is dat schilderij van Troost geworden. En bij de keuze voor dat groepsportret, wat een tegenhanger is van mijn groepsportret, heb ik gelet op de wijze waarop die figuren gekarakteriseerd zijn. Bij Troost kom je iets te weten door die figuren, althans volgens sommige theorieën, hoe die figuren zich verhouden tot elkaar. Volgens sommige theorieën kan een 18e eeuwer kan dan zien, door de bloemenkrans, door de tombe, maar ook door die weglopende cipressen op de achtergrond. Wanneer een 18e eeuw dat ziet, dan zegt hij, oh ja, maar die mevrouw, die is overleden. Dus je komt iets te weten over die figuren, door de voorwerpen, door de ensenering, die ook geschilderd is. In mijn schilderij uit 1998, mijn groepsportret, ben ik anders te werk gegaan om die figuren te karakteriseren. Ik heb ze willen kenschetsen door middel van het kleur- en materiaalgebruik. Dus niet zozeer door de ensenering, door de voorwerpen die je eromheen ziet, maar meer door hoe het geschilderd is. In die tijd begon ik alle schilderijen, met grote penseelstreekvormen die ik plaatste op het doek. Hier zie je een voorbeeld ervan. In die jaren maakte ik ook van ieder schilderij wat ik maakte, maakte ik foto's. Dus van het beginstadium tot het eindstadium. Maar ik begon simpelweg met een groep penseelstreken, waarbinnen ik allerlei mogelijkheden had om die te veranderen. Eigenlijk met die techniek van onder- en overschildering. Dus ik kon zo'n penseelstreekvorm heel dik onderschilderen met een dunne kleur, daar weer overheen werken. Zo kon ik allerlei elementen daarin aan toevoegen. Bijvoorbeeld aan de linkerkant van zo'n linker penseelstreek kon ik bijvoorbeeld een vorm toevoegen en dat kon bijvoorbeeld een jaspand zijn. Enfin, hoe dat precies werkte, dat is misschien niet zo interessant om dat in detail te vertellen. Maar je kan je begrijpen dat ik beetje bij beetje vanuit die penseelstreekvormen die hele voorstelling opbouwde.
Misschien kan je je voorstellen dat ik halverwege het proces, halverwege het maken van dat schilderij, als ik bijvoorbeeld in deze fase zat, dat ik voor mezelf nog de mogelijkheid had om die elementen anders in te vullen. Dat ik bijvoorbeeld de mogelijkheid had om daar in plaats van een groepsportret een stadsgezicht van te maken. Dat ik hier niet een gezicht had geschilderd, maar bijvoorbeeld de oude Jan. Nou, die mogelijkheid open bleef, vond ik een prettige gedachte tijdens het maken. Ik zit toch wel met een vraag over dit schilderij. Het was eigenlijk mijn gedachte verdwenen. En ik heb dat nu enigszins proberen te reconstrueren, hoe ik dat gemaakt heb. Hè. Dus vanuit die penseelstreekvormen werken naar een voorstelling toe. Toen ik dat schilderij, gisteren was het, weer terugzag, dacht ik, hoe ver ben ik er nou in geslaagd? Om dat echt te laten zien, hoe die penseelstreek, en in het eindproduct is namelijk heel weinig meer van die oorspronkelijke penseelstreekvormen te zien. Dat is zo ver overgeschilderd, dat die vormen enigszins, als dat niet allemaal zijn, verloren zijn gegaan. Als ik dat schilderij nou eens vergelijk met een schilderij uit die tijd, dus een staande figuur, ook levensgroot, dan vind ik dat ik daar echt veel beter in geslaagd ben om die figuur op te bouwen uit vormen waarin de penseelstreekvormen nog zelf goed te zien zijn. Je ziet hem in het fotootje zie je niet, maar in de werkelijkheid zie je hem hier zelf nog doorheen schemeren. Maar hier zie je heel duidelijk nog de opbouw van de figuur, uit welke vormen hij bestaat. En het kan best eens zijn, dat dacht ik gisteren ook al, misschien heb ik die lat om daar een groepsportret van te maken met verschillende figuren, met verschillende karakters, met verschillende opbouw. Misschien heb ik die lat wel veel te hoog gelegd. Het is eigenlijk meer een bijzondere vlakverdeling geworden van materiaalbehandeling en kleurgebruik. En toen ik dat schilderij gisteren terugzag, dan dacht ik, eigenlijk is het een soort Matisse geworden. Ik zal deze eens ernaast zetten. Die krijgen jullie ook vast wel in beeld te zien. Maar dan zie je eigenlijk wel de overeenkomst. Je ziet eigenlijk mijn oude liefde terug, hoe Matisse die kleuren en die vlakken ten opzichte van elkaar uitspeelde. Het heeft wel een zekere verwantschap met dat schilderij wat ik zelf in 1988 gemaakt heb. Vond ik eigenlijk wel weer aardig om te merken dat dat zo was. Die figuurgroep, dat is overigens de familie van Kranendonk. Hier zie je Juriaan van Kranendonk, Jolande, de kinderen Louise en Josephine. Hun zoon Gossaard was nog niet geboren, anders had hij vast wel op dat schilderij gestaan. En waarom vertel ik dit nu? Dat schilderij, de Prinshof heeft dit schilderij bij Juriaan van Kranendonk gekocht. Juriaan is galeriehouder in 1988, hij is dat nu nog. En de Prinshof heeft in zijn galerie dat schilderij gekocht. En die twijfels die ik net uitsprak over mijn schilderij, daar was Juriaan ongetwijfeld ook van op de hoogte. Maar misschien heeft hij wel gedacht van, ja, die Aart Houtman die twijfelt eigenlijk altijd wel. Het is gewoon een hartstikke leuk schilderij. En bovendien, ja, ik sta er zelf op, leuk, met mijn gezin. Weet je wat, ik wil er een leuke collectie voor bedenken. En misschien is dat op die manier wel het Prinsenhof geworden. Ik had het zojuist, terwijl ik over dat schilderij vertelde, ik zat met de twijfel of mijn bedoelingen wel goed overkwamen. Nou, dat is wel relevant voor deze vraag, want de betekenis van kunst voor de maatschappij, die betekenis zit hem daarin voor mij dat kunst taal is. Kunst is communicatie. Schilderen is een taal waarmee je kan communiceren. Een taal anders dan bijvoorbeeld de spreektaal. Zojuist, om dit te vertellen, heb ik een aantal zinnen achter elkaar moeten uitspreken om begrijpelijk over te komen. Bij een schilderij hoeft dat niet. Bij een schilderij kan je verschillende dingen in één keer zeggen. Dat is ook tegelijkertijd de kracht van een schilderij. Bij communicatie is de begrijpelijke wijs sprake van een zender en een ontvanger. Vandaar dat ik me toch wel afvroeg van in hoeverre kwam mijn idee van je kan van die vormen een voorstelling maken. Hoeverre kwam dat over? Dat voor mij best wel een belangrijk punt is geweest.
Nou, even een zijpaadje. Stel dat er, over die zender de ontvanger, hè, stel dat er na een apocalyptische ramp helemaal niemand meer op de wereld is, behalve ik. En zou ik dan nog steeds schilderen? Ik denk van wel. Ik denk dat die schilderkunst voor mij toch wel van belang is. Zoals een ander, om zijn gedachten op orde te krijgen, voor zichzelf zal gaan uitpraten of iets in zichzelf zal gaan mompelen. Misschien gaat een ander iets zingen, weer een ander gaat iets dansen. Voor mij zal het belangrijk zijn om vat te krijgen op die lege wereld dan. Door er een schilderij van te maken. Dus die functie heeft het voor mij persoonlijk ook nog eens. Mijn taal van schilderen, om het zo maar eens te noemen, is zeker beïnvloed door die allereerste kennismaking met het werk van Matisse op mijn 14e, waar ik het in het begin van het gesprek over had. Samen met tijdgenoten als Picasso en Braque lieten zij heel duidelijk zien dat een schilderij verf op doek is. Die gedachte is zeker van invloed op me geweest. Een andere invloed kan ik noemen. Iemand die heeft geleerd hoe die taal nu in elkaar steekt. Dat heb ik geleerd op de academie. Dat heb ik tussen 1975 en 1980 gedaan in Arnhem. En daar heb ik het schilderen geleerd van Johan de Haas. En eigenlijk alles wat ik zojuist vertelde over het materiaalgebruik, van die dikke verf, die dunne verf, impasto glacis, het kleurgebruik, de warmte, de koelte van kleuren. Ik heb het allemaal van hem geleerd. Hier zie je twee mooie voorbeelden in een boek van hem. Ik heb hier ook nog op een atelier een echt schilderij van hem. Ik denk dat het wat lastiger overkomt op de camera. En het aardige is, het Prinsenhof, die heeft ook twee werken van hem in bezit. Dat zijn echt twee mooie schilderijen. En van hem heb ik echt de taal, dus waar bestaat de grammatica nu uit van die taal, die heb ik van hem geleerd. Tijdens die studie in Arnhem maakten we ook studiereizen, bijvoorbeeld naar Keulen. En daar zagen we een tentoonstelling van de pop-art kunstenaar Jasper Johns. En dat is in 1977, meen ik. En wat me enorm nog bijgebleven is, is de wijze waarop die Jasper Johns een penseelstreek gebruikte in zijn werk. En hij gebruikte dat op een manier die me eigenlijk enorm aansprak. Een penseelstreek bij hem was niet louter niet alleen maar een uitdrukking van een gevoel. Maar bij hem was een penseelstreek ook louter gewoon de penseelstreek zelf. Een vormelement waarmee hij een schilderij opbouwde. Dat is zeker van invloed geweest, deze twee schilderijen, toen ik ze zag op het werk wat ik zelf ben gaan maken. Nou heb ik drie figuren genoemd. Matisse, Johan de Haas, Jasper Johns, die van invloed zijn op mijn werk. Maar er is nog een vierde figuur en dat is niet zozeer een wie, maar eerder een wat. En dat is namelijk, die vierde figuur is namelijk het schilderij zelf wat ik aan het maken ben. Dat heeft nog de meeste invloed op het eindresultaat. Op het moment dat ik aan het schilderen ben, heb ik nooit het gevoel gehad dat ik mijn schilderij alleen sta te maken. Maar dat ik dat altijd in samenspraak doe met het schilderij zelf. Sterker nog, ik heb eerder het gevoel dat het schilderij mij maakt. Ik leer iets van dat schilderij, dan dat ik het schilderij maak. Naarmate het schilderij vordert, blijkt het schilderij steeds meer verrassende oplossingen in petto te hebben. Oplossingen die ik van tevoren nooit had bedacht. Je zou bijna kunnen zeggen van, misschien is dat wel het antwoord op die allereerste vraag van waarom ben je kunstenaar geworden? Dat antwoord eigenlijk heel simpel is. Ik wil me laten verrassen door een schilderij.